Voordat je naar het noorden van Noorwegen gaat rijden, moet je natuurlijk wel eventjes oefenen met het leggen van de sneeuwkettingen. Dat zijn we dus helemaal niet gewend. En ja, hoe werkt dat dan eigenlijk? Kijk, en nu lekker in het zonnetje. En straks met koude handen, dikke handschoenen aan in de sneeuw. Ik hoop eerlijk gezegd dat ze ze niet nodig hebben. Maar beter meegelegen dan onverlegen. Hey Remco en Joost, succes hè? Ja, dankjewel. Nou, dat hebben we wel nodig. Ik hoop niet dat we hem moeten gebruiken. Hoe bekijk je het mee? Duw de rode. Lukt het een beetje, Kim? Het gaat hartstikke snel, die opslag. Ja, we hebben net alles van de opslag naar Fort Haas gehaald. En dat gaat van hier in de garage tot aan 18 maart. En dan gaan we in de verhuiswagen. En dan gaan wij. Kijk, ze zijn druk bezig. Gelukkig is het hartstikke lekker weer. Daar hebben we weer geluk mee. En hij is alweer bijna leeg. Verhuiswagen. Kijk, moet je maar even laten zien. En wat vind jij ervan? Dus we zijn eigenlijk wel klaar voor het trek. Wat vindt Oebe? Oebe vindt er ook. Oebe is een beetje in de war. Ja. Floki ook. Hey Floki! Oeh, jij! Oeh. Yo, Duitsland. Zo, Hamburg al voorbij. Ging dat soepel of niet? Ja toch? Ja. Super soepel. Heb ik niet eens stilgestaan. En nou? Onderweg naar Flensburg. Het lijkt erop dat het ook allemaal gaat passen. Twee inboedels. We hebben hele fijne showers. Zonder moeten we het in Noorwegen doen. Dat wordt de volgende uitdaging. Maar die gaan we aan. Ah ja joh. Kijk, onze chauffeur. En hoe leef je nou met z'n tweeën, met drie honden? Nou, op een paar vierkante meter. Gewoon zo. Hi Oebe. Daar heb je Floki. Ja. En dan hier heb je Aska. Hallo. Ja, hè. Zo. Hey. Zo. Yeah.
verwelkomd worden. Met blauwe lucht. Hier is bijna alle sneeuw weg. Nog maar een paar kilometers rijden. Dan komen we bij ons, onze woning waar we gaan wonen het komende jaar. Onze uitvalsbasis voor de bouwwerkzaamheden op ons eigen terrein. Hier komen wij dus even binnen. Er staat hier het gereedschap. De paal aan het indelen. En dan komen we echt in een schande terecht. Het is echt vreselijk hoeveel eten hier ligt. Het is echt. Het gaat maar door. Zo, we zijn nou onderweg om Ellen en Kim op te halen. Want die vliegen vandaag van Nederland naar Bart de Vos. En wij gaan ze op het vliegveld gaan we ze ophalen. Daar gaan ze zo meteen landen. Ja, daar komen ze. Dat is Kim. Is die feest uit Urenterp helemaal deze kant op komen rijden met onze spulletjes. Ja, dat wordt een dag sjouwen. Daar gaan we. De eerste doos. Kim heeft de eerste doos. Ik denk dat er vogeltjes in zitten. Yeah! Het is inmiddels een beetje chaos in huizen Noordikhoorn. Je snapt het ook allemaal niet meer, hè? Beetje de weg kwijt. Keuken, allemaal dozen. De eetkamer. Als we dan naar buiten kijken, dan zien we dat de mannen de vriezer aan het sjouwen zijn. Een heel klein stukje. En dan zijn we klaar.